En ondertussen is een drietal dichters uit de gedichtenroute aangeschoven op de bank. En dan spreek ik even Ilonka Hof in het midden, Berit van Buren en Yvonne van der Kaai Ridderhof. En de ondernemers die, waren er om uiteenlopende redenen niet bij vandaag, maar dat is geen reden om jullie niet te spreken over die ontmoetingen en over poëzie. Ik ga gewoon even met de klok mee. Birgit, je hebt een gedicht geschreven voor You as Me. Ja. En jij kwam daar binnen, hoe ging dat? Nou, dat was heel grappig, want ik ben zomaar naar binnen en ze wisten niet dat ik kwam en wie ik was. En ze waren een beetje verbaasd, maar heel erg open en we moesten eigenlijk direct ook met elkaar lachen. En nou, ik ben aan niks toegekomen, want ik had niks gepland. En Debbie was er niet. En daar heb ik gezegd, ik kom weer terug. En ben weer de winkel uit. En toen had ik dan een afspraak met Debbie. En Debbie was vol met ideeën en vrolijk. En ja, het klikte gewoon. En ik heb eigenlijk geen enkele vraag verder zo gesteld van het was hoe vond het gesprek, en wat. Ja. En, maar op het laatste moment dat ik wegging, heb ik gezegd, ja, is dat familie? En nou, goed. Dan ben ik naar huis en had een heleboel ideeën hoe ik het wilde schrijven. En merkte dat ik tijdens het schrijven weg van mezelf ging met het gedicht. En dacht ik van, nou, dat kan niet. Je moet bij jezelf blijven, alleen dan ben je sterk in het schrijven. En dan heb ik alles weggeschreven wat ik geschreven had. En ben overnieuw begonnen en de slagzin daarin was vrouwenkracht, vrouwenmacht. En nou, ineens stond het gedicht daar en klats. Ik vond het klasse, ik was tevreden. Ik liet het Debbie lezen en Debbie was ook super, ik tevreden. Dus ja, en van iedereen die het hoorde of gelezen had, hoorde ik dan, ey, cool man, goed. Nou ja, dat was het eigenlijk. En even voor de mensen die You as Me niet kennen, wat is het voor zaak? Dat is een kledingzaak en daar is eigenlijk alles te koop wat een vrouw misschien wil hebben. Wat je zo, van sieraden over schoenen, over lekkere geurtjes en kledij van chic tot normaal met jeans en gaten en handschoenen, mutsen. Nou, alles gewoon, weet je. En het is super vriendelijk zijn ze. Ze laten je, maar dan op een gegeven moment zeggen ze van, hey, kunnen we misschien helpen? En nou, het is een hele knusse sfeer. Zo. Ja. En hoe werd de link gelegd met alle dingen die ze verkopen en de vrouwenkracht? Wat maakt omdat het een familiebedrijf is, er zijn vijf vrouwen die daar werken. Debbie is zeg maar de hoofdmotor en de eigenares. Ze heeft dan nog een schoonzusje daar, een nichtje. En haar moeder werkt ook nog af en toe. Ja, en ja, Debbie dan. Dus vijf vrouwen die daar werken. En afwisselend zo dat het voor iedereen ook passend is. Ja, qua met het leven wat ze dan met kinderen en gezin zo leiden. Drukt, ja. Maar de kracht is dus het meeste gebleken uit die omgeving. Ja, enorme vrouwenpower. Ja. No? En, en dat ze ook zo relaxed zijn. No? En niet opdringerig. En je voelt je welkom. Je voelt je welkom, en, ja. En je zei net, normaal blijf ik heel dicht bij mezelf als ik schrijf. En nu ben ik een beetje van mezelf weggegaan. Wat bedoel je daarmee? Ja, nou ja, dat ik eigenlijk van alles voor hun wilde schrijven. Zo, alles wat ze verkopen en zo, wat ik nu heb verteld, weet je. Ja. En dat dacht ik, moet ik ook in dat gedicht doen. Maar dat dacht ik van, nee man, dat is helemaal niet waar. Daar moet die sfeer moet daarin. En nou ja, dat is het dan ook geworden. Ik vind het leuk dat je met zoveel enthousiasme erover vertelt ook. Dus ga het zeker lezen bij USME. Ja. Ik ben even kwijt in welke straat het ligt, maar dat weet jij nog. Wat? Dat ligt midden in het dorp? Midden in het dorp, ja, precies. Midden in het dorp. Het ligt allemaal dichtbij elkaar. Ja, also, schuin tegenover Van der Slager of naast een fotograaf. Ja. Het is dus niet te overzien. En eigenlijk moet ik ook zeggen even, ik ben zo super trots dat ik daar met dat gedicht op hun etalage sta. Want ik vind het altijd heel leuk als je kunst op een muur ziet. En nu staat daar mijn gedicht. Nou, dat was trots, eerlijk gezegd. Ja, ja? Wat doet dat met je de eerste keer dat je er voorbij liep? Wat dacht je? Ik dacht alleen, wauw. Zo, het echt. Staat er. Het is niet waar.
wat mooi. En dus dat, dan ook nog mijn dank eigenlijk aan Niske en alle organisatoren die dat dan ook gedaan hebben. No? Echt gaaf. Fijn, dankjewel. Ja. Ilonka, jij hebt een gedicht geschreven voor Wijnhuis Woning. Dat klopt. Waarvan het wijntje klaar staat na de voorstelling. Hoe was die ontmoeting? Ja, ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar ik ga het gewoon eerlijk vertellen. Ik had het heel erg druk met mijn werk. Ik heb Arjan gebeld en ik zeg van, nou, ik schijn dat ik jouw dichter werd. Want ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het niet overzien waar ik aan meedeed. Dus ik heb hem gebeld en een aantal vragen gesteld. Ik zeg, vind je het goed als we het verder per e-mail afhandelen? Nou, het was omstreeks de feestdagen waar het ook voor hem heel druk was. Uh-huh. Hij zegt, ja, dat is prima. Dus ik heb een aantal vragen per mail gesteld en die heeft hij keurig netjes beantwoord. En naar aanleiding daarvan heb ik geschreven, maar toen kreeg ik ineens zoveel mailtjes waaruit blijkt dat ik hem toch eigenlijk wel had moeten zien. Dus ik zei, misschien is het wel handig als we eventjes kennis met elkaar maken. En het grappige was, doordat ik hem aan de telefoon had gehad, had ik een bepaald beeld van hoe hij eruit zou zien. Ik had... Ja, klinkt misschien heel dom, maar ik dacht van dat is een meneer met een geruite blouse en een baard en een beetje gezet, want dat zo had ik me. Dus toen ik bij hem in de winkel kwam, kwam er iemand naar voren en ik weet dat ik zei van ben jij Arjan? En hij zei ben jij mijn dichter? Dus het was een beetje ongemakkelijk allemaal. Ja. Maar we hebben daar gepraat en eigenlijk heb ik niet heel veel aan dat gedicht veranderd. Het was eigenlijk goed zoals ik het geschreven. Tenminste, ik vond het goed genoeg. Zoals en ik het geschreven had. Is er dan... wat heeft die ontmoeting veranderd voor jou? Of ja, niet zo heel veel. Want ik had aan geen slechtere zaak gekoppeld kunnen worden. Want ik heb helemaal niets met drank. Ik vind het gewoon niet lekker. Het is niet omdat ik daar zo... Daar zit ook een mooi gedicht in. Hè? Het is niet omdat ik zo braaf ben, maar ik hou gewoon niet van alcohol. Nee. Dus, maar ik heb mij... want ik heb ook een beetje zitten googelen. Als ik mij niet vergis... Is of was Arjan Woning zelf ook helemaal niet zo'n drinker? Nee, en is het veel klopt. Meer die liefde van de wijn, voor de wijn geweest? En eigenlijk voor om iets moois voor die klant te doen? Ja. Dat, maar je houdt niet van drank, nee. Nee, ja, ik vind koffie lekker. Ik hou heel veel van koffie. Nou, de volgende keer, als we, ik weet niet of ik een koffiezaak in als je het wilt maar, doen, graag. Een soort in de voetsporen van Multatuli. Ja? Uiteindelijk hangt jouw gedicht er op die ruit. Ben je er al langs geweest om het te bekijken? Nog niet? Zelfs dat niet, nee. Dat niet? Gaan we dat doen? Ga ik dat doen? Ik heb begrepen dat ik nog een keer benaderd word om het gedicht voor te lezen in de winkel. En dan zal ik het dan wel zien. Dan zie je het ook vanzelf. Ja. En anders gaan we gewoon Arjan even de foto laten mailen. Kan ja, ook, precies. Hè? Precies. Yvonne, jij bent bij DA Molenaar geweest, ja, de drogisterij. Ja, klopt. Ja. Producten die ze bij een drogisterij verkopen. Had jij daar wat mee? Of dacht jij? Ja, wie komt er niet bij de drogist, zou je zeggen. En wat vooral leuk was voor mij, was ja, normaal kom je binnen bij de drogist. Ik kom daar altijd van, wat doe je tegen zweetvoeten en tegen jeugdpuisjes? Of ik heel een mooi cadeautje voor iemand of dat soort dingen. En nu kon ik op een heel andere manier gaan. Ja. Met haar in gesprek. En haar reactie was ook heel leuk, want ja, ze wist wel wie er zou komen. Maar ze wist niet wie er bij die naam hoorde. Ja. Dus toen ik binnenstapte was van, en dan kom je toch op een hele andere manier met elkaar in gesprek dan wanneer je iets komt kopen. Dat ja. is redelijk logisch natuurlijk. En dus wat is jou het meest bijgebleven aan die ontmoeting? Vooral haar bevlogenheid, dat ze het echt belangrijk vindt om mee te werken aan het welzijn van mensen en aan hun gezondheid. En dat is ook haar passie. Ja. Dat vindt zij het allerbelangrijkste. En dat is wel heel mooi als je dat hoort. Ja, je merkt dat zelf ook wel natuurlijk, maar dat was echt voor haar het speerpunt. En verder hoe blij ze was met haar team van vaste medewerkers waar ze op kan rekenen. Zeker ook in de tijd van corona, dat iedereen toch trouw gebleven is en meegewerkt heeft overal aan. En dat vind ik dat het ook wel eens gezegd mag worden, dat er ook zo'n team
heel belangrijk is voor een. Ja, en wat ik sowieso een beetje proef bij de verhalen over alle ondernemers, is dat het is echt niet alleen spullen verkopen. Het is niet alleen een winkel hebben, het is echt veel meer. Ja, ze hebben echt de hart erbij. Ja. En dat merk je als klant en dat maakt dat je dan ook graag komt. Dat, ja. En dat je je thuis voelt. Ja. En wat is voor jou... heb jij het gedicht al bekeken op de ruit? Ja, zeker. We zijn zelfs in het weekend even met een paar de route gaan lopen. Want ja, ik dacht, want het is een poëzieroute, die moet je dan ook wel een keer gelopen hebben. Ja. Dus we zijn alle gedichten gaan lezen met elkaar. Het is gelukkig geen groot end, hè? Nee, het viel erg mee, moet ik zeggen. Ja. Ja, we hebben toch niet meer dan 2 dagen voor hoeven uittrekken. Ja. Kijk, dat scheelt. Hey, en hoe was het voor jou om dat gedicht daar weer uit terug te zien? Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat, het enige was wat ik een beetje moeilijk vond. Ik vind het wel leuk als je naam bij je gedicht komt, hè, en dan klein eronder. Maar nu stond eerst, zo'n grote koeien letter, eerst mijn naam. En dan kwam het gedicht. En dat voelde heel ongemakkelijk. Want het was echt van, wie is dat vrouwtje nou dat ze zo nodig daar een gedicht op die ruit geplakt moet hebben. Dus dat vond ik, dat was een beetje lastig. Maar ja sowieso dat je gevraagd wordt om zo'n gedicht te schrijven. En dan op die manier, ja, op een hele andere manier met mensen uit je eigen dorp in aanraking komt. En ja, als ik dan zag hoe blij ze ook was met het gedicht, dat ze het echt ook leuk vond. Ja, dan is het ook mooi als het dan op die deur hangt. Ja, want daar was ik benieuwd naar. Hoe reageerde zij er? Ja, heel enthousiast. Ja. En toen was het voor mij ook gelijk goed. Want daar doe je het voor, eigenlijk vooral. Ja. Je maakt het gedicht natuurlijk wel om mee naar buiten te treden en dat iedereen het lezen kan. Maar ja, ik vind als je winkelier er dan niet blij mee is, dan ben je gefaald in je gevoel. Dat hoeft nog geen slecht gedicht te zijn. Ja, maar dat was het belangrijkste voor jou. Niet weergegeven wat jouw winkelier, hè, want we hebben het allemaal over mijn dichter en jouw winkelier, want zo voelt dat nu. Fijn, toch? Als die niet tevreden is, dan heb je toch het gevoel van, ik heb niet overgebracht wat hij of zij graag erin wilde zien. Ja, en dat is wat net ook al door Rafke en Ede benoemd werd, misschien we begrepen elkaar en dat is gevangen, dat blijkt daar. Ja, fijn. Ja. Mensen, gaan ze lezen. Yvonne, Ilonka, Birgit, dankjewel. Okay, dankjewel.